Welkom terug en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier bij Bieren met Menno. Je ziet het, ik zit even in de tuin, het is lente, het is lekker weer. Dus ik dacht, ik ga een keer een review opnemen buiten. Dit keer niet een normale review, maar ik heb een mystery beer review. Deze mystery beer heb ik gekregen van Mark, mijn broer. Hij zegt, joh, ik heb een mystery beer voor je gekocht. En ik zet hem wel even koud, dan kan jij hem vanavond na het eten reviewen. En raden wat het is natuurlijk. Wat is Mr. Beer? Mr. Beer is, ik moet raden welke stijl, alcoholpercentage en of hij uit Nederland of uit buitenland komt. Simpel is dat. En ik kan niks over het bier vertellen, achteraf pas. Dus ik denk, we gaan hem maar openmaken denk ik. Ik hoop dat ik hem een beetje goed open kan maken. Hij is open, check it out. En ik ga hem gewoon in het glas schenken. Nou, het is in ieder geval geen stout. Geen Imperial stout. Geen Black IPA. Ik ben benieuwd, Mark, wat je me hebt gegeven. Schuimkraag is groot. Kleine belletjes, witte schuimkraag. Het lijkt wel een beetje op een pilskleur trouwens, als jullie het goed kunnen zien. Ben je pilsachtig? Of het moet een hele IPA zijn met een hele gouden kleur. Ik zet het flesje even hier neer. We gaan hem straks natuurlijk openen. En ik ben benieuwd, we gaan hem ruiken en proeven. Ik zou zeggen, we gaan eerst naar de neus. Moutig. Ik ruik ook wel een klein beetje. Maar ja, wat is het? Ben je klein tequila-achtig een beetje? Maar vooral de mout die ruik ik wel in de neus. Ik ben wel benieuwd hoor. Dit is mijn tweede mystery beer nu op mijn kanaal. Er komt er nog een aan van Joe van Joe's Beer Issues. Heb ik ook mogen ontvangen. In het pakket wat ik vorige week heb unpacked voor jullie op mijn YouTube kanaal. Hier beneden staat dat filmpje. Check dat ook even trouwens. We gaan gewoon een slok nemen denk ik. Toch? Ik zeg maar proost. Dankjewel. Moutig, ik proef tequila. Lichtelijk tequila. Misschien meer tequila dan de moutachtige. Ik denk dat dit moet wel een supermoutbier zijn. Dat denk ik 90% zeker. Je weet het natuurlijk nooit bij Mr. Bier. Je kan zo hard op je bek gaan. En als ik op mijn bek ga, ja, dan denk ik, ja, ben ik het nog wel waard op YouTube? Ja, toch? Uiteraard gaan we, voordat we het bier openen, ga ik hem natuurlijk een cijfer geven hier bij Bier met Menno. Ik denk, dit drink je vooral in de zomer, denk ik. Als het zonnetje lekker op je bol staat. Ja, ik proef echt wel een beetje de tequila-achtige. Ik heb mijn vermoedens ook wat het is, denk ik. Ik denk, ik weet niet hoeveel procent die is, ik denk dat die 5,3 is. 5,3% aan alcohol. En ik denk dat ik hoop dat ik het goed heb en als ik het niet goed heb, doen we het de volgende keer gewoon weer over. Ik denk dat dit de Desperados is. Ja. Cijfer. 0 tot 0. Tussen de 0 en tussen de 10 natuurlijk. 6. Ja, 6. Ik drink het niet vaak. Als ik het goed heb, hè, want ik kan natuurlijk ook fout hebben. Dan ga ik keihard op mijn bek voor jullie hier bij Bier met Menno. Zullen we hem gewoon openen? Ik ga hem gewoon openen. Ik zet het glas even hier op de grond. Mr. Bier, kan ik het er helemaal in schenken? Even kijken. Dit is geen IPA. Dit is sowieso iets met tequila of zo. 90%. Ik ga hem openen. Als ik kijk of hij hem een beetje goed. Ik krijg hem redelijk folie. Even kijken. Dit is mijn tweede mystery beer en haha, het is
Desperados, tequila. Ik zei 5,3, maar hij is 5, ik zei 5,3, maar hij is 5,9. Check it. Met tequila aroma's. Ingrediënten: water, multibody, glucose, syrup, sugar, hop, extract. En ja, 5,9% uit Amsterdam. Maart 22. Dus ik heb hem gewoon goed. Alleen het alcoholpercentage staat naast. Ik dacht 5,3. Wat 3,5 zeg. 5,3, maar hij is 5,9. Dus ik geef hem een 6. Voldoende. Maar ik drink deze eigenlijk. Wanneer heb ik hem voor het laatst gedronken? Ik denk, laten we zeggen 2 jaar geleden. Ik zal hem ook niet zo vaak in de zomer drinken. Maar af en toe kan het toch. Als het lekker warm is. Nu is het een. Wat is het? 14 graden nog. Ik ga hem gewoon weer opdrinken natuurlijk. En ik zou zeggen, Mark. Bedankt voor de mistgebier. Binnenkort komt een mistgebier nummer 3 aan hier bij Bier met Menno. En abonneer op mijn kanaal, like deze video en dan zie ik jullie bij de volgende review hier bij Bier met Menno. Ik zou zeggen, proost!